Het is juist rondgedraaid. Het schip is bijzonder, bijzonder wendbaar. U kunt ook zien dat achterop, daar bevindt zich een soort kooiachtige constructie. Die kunnen ze in het water laten om, als er onverhoopt iemand te water raakt, die kunnen ze daarmee weer aan boord krijgen. Nou, de bemanning van die tenders die zijn altijd aangelijnd. Er loopt onder die handreling een soort rails. En een riem aan en dat kunnen ze in die rails klikken. En dan rijdt er gewoon mee naar voren. Dus nogmaals, ze hebben een snelheid van 28,5 knoop. Ongeveer 53 kilometer per uur komt dat op neer. Het wachten is nu op de helikopter van het loodswezen en die helikopter die komt vanaf het helikopterveld in de Europoort aan de Pistoolhaven. Die helikopter die is inmiddels in zicht en de helikopter is van het type Dauphin N3. Er zitten twee piloten en een hoistman in en dan kunnen ze daarnaast nog 7 passagiers meenemen. De snelheid van die helikopter is 275 kilometer per uur. Die helikopter zal zo meteen een demonstratie geven dat ze iemand naar beneden laten zakken op de tender Draco. En ze zullen hem daarna weer oppikken. Dat noemen ze hoisten. Hoisten. Die helikopter heeft namelijk... De helikopter die nadert nu dus de Draco. U kunt zien, degene op de hoogte meerkade kunnen zien dat aan de stuurbordskant van de helikopter daar hangt een soort kast. En daarin zit die hoofdraad. Dat is een soort van bier is dat. Zoals gezegd zitten er aan boord van de helikopter 2 piloten. En er zit ook een derde bemanningslid en dat is de Winsman. En die Winsman die zal die weer bedienen.
De helikopter is nu aan het positie zoeken ten opzichte van de Draco.